De kwaliteit van leven in Nederland is bovengemiddeld hoog in vergelijking met andere landen. We zijn hier over het algemeen relatief heel erg rijk. Al hebben we die rijkdom natuurlijk niet gelijk verdeeld. En al die rijkdom die hebben we te danken aan jaren of misschien wel eeuwen van economische groei. Maar inmiddels weten we dat al die groei geleid heeft tot veel onrecht, tot veel wereldwijde sociale ongelijkheid en tot desastreuze gevolgen voor natuur en milieu. Kortom, we lopen overal tegen de grenzen van de groei aan. Maar toch kunnen we er maar moeilijk van afkomen. Hoe komt dat? En hoe kan het anders?